We best zo stadig aan al een beetje in een oldejaarsstemming komen, dat we gewoon al weer met een oldejaarsverhaal. Een vertelling van Jouk, dat Jannes Nijholt wat omgewerkt heeft en nu voor de microfoon brengt. Het moet een herjaar anders. Foei, wat een bende. Dat zijn een paar die mensen op de 1 januari van het nieuwe jaar. Dat was om hun tuinhekjes lopen te zoeken en om de fietsenstaanders en de krooien en de dongwijgens en alles wat er in de nacht van Old op Nij nog meer vertoogd was. Jan van Luthe roosde het hardste. Hij was zijn jarrebak kwijt. En Jan van Luthe was een van de vooraanstaande mensen in het dorp. Hij was de voorzitter van dorpsbelang en dat moet je niet te licht achten. Met opstreken zeil biesde Jan van Luthe dorpdeur. Maar zijn jarrebak was er niet. Niet op het schoolplein, niet bij het postkantoor, niet bij de harbergen. Nou, dat leek toch zeker narrings op. Hier kon maar één uitkomst brengen. Het wettige gezag. Dat Jan van Luthe stroesde in één keer deur naar de politie en hij gaf ook in één keer een raam aan de bellen. Politieveldman deed zelfs de deur open. Hij had er nog niet eens de kleren aan, want hij was de hele nacht in het spierwest. Meer dan een paar uurtjes had hij de ogen niet dicht gehad. Mon, zei Veldman, kom er maar in je. Nee, zei Jan van Luthe, ik kan bij de deuren wel af. Ik wil mijn beklag doen, want mijn jarrebak is fort en die moet brukken. Zo, zei politieveldman. Zo, dat is niet zo mooi, hè? Nee, krek, dat is zeker zo mooi niet. Ik noem me dat stelen en dat hoort niet voor te komen in een verzoenlijk dorp. Waar hebben wij anders een politieveur? Zo sprak de voorzitter van dorpsbelang. Kom er toch maar een in je, zei Veldman. Dan kunnen we er eens over praten. Want het gaat mij ook langer niet naar het zin met Old en de laatste jaren. Nou, voort dan maar, zei Jan van Luthe. Hij trok de klompen uit en even later zat hij op een stoel in de keuken met de arms over de leuning. Veldman had zijn boek inpakt en schreef alles op wat Jan vertelde. Door als alle officiële gegevens vastgelegd waren, vroeg Jan. Wat dacht die Veldman? Waarom zullen de jong toch al dit zo lekker te klootvegen? Zullen we dat niet verbieden kunnen? Zullen we niet helemaal verbieden kunnen om buiten deuren te komen? Dan werden we eraf. Verbieden? Ja, dat kun je makkelijk zeggen, zei Veldman. Maar als ze het dan toch doen, dan moeten ze de gummiknuppel op opeens zijn hem. En niet zunig ook, was de voorzitter van dorpsbelang van oordeel. Daar ben je mis met, zei Veldman. Met hart tegen hart kriet niet klaar. Nee, ik wil dat er hier eens een stok menig mensen begon met de zaken krek zo aan te pakken als bijvoorbeeld in bekoop en zo. Dat er wat te doen was. Ja, maar wie moet dat hier op poten zetten? Ik zal er geen ene weten, zei Jan van Luthe. Mij donkt, zei politieveldman, en hij had onder de bedrieven zijn uniform aantrokken, mij donkt dat dat nou een mooi putting was voor de vereniging Dorpsbelang. Mij donk, dat is nou krek een belang voor het dorp, voorzitter. Verrek, zei Jan van Luthe. Verrek, ja, dat kon wel eens ween. Jan kwam overende. Dat had ik verachtig nog vergeten, Veldman. Nog veel heil en zing in het nieuwe jaar, jong. Ook gelukkig nieuwe jaar, zei Veldman. En praat er maar eens even over op een vergadering van dorpsbelang. Dan zal ik nieuwe weken wel eens kijken of je jarrebak ook tegenkomen. De eerste, de beste vergadering van dorpsbelang, bij het punt mededelingen, begon de voorzitter over de troep met Old en Nij en over zijn jarrebak die een dikke weken te zoekenwest was. En hij stelde voor om er aankom jaar met mekaar wat aan te doen. Maar de vergaderde leden van dorpsbelang werden er niet voor. Ze werden er met haandopstekken op tegen. Grote Garriet, of Garriet Neuze, zoals je ook wil noemd worden, brochten de mening van de vergadering even onder woorden en daar kwam de voeste bij op het over. Wij prakken er niet over. Zeker met die snotneuzen ommepappen, hè? Gaat er weg, man. Wij moeten ze staan. Als het niet met de blote haan kan, dan maar met de huivorken. Ik zal tenminste wel zorgen dat ze met de kloeren van mijn spullen afblieven. En zo moeten we het allemaal trakteren. Het agendapunt mededelingen worden een fiasco voor de voorzitter. Erde stapte hij naar politieveldman om te zeggen dat het niks worden.
De politie moest snel zijn kont maar redden. Hij zal geen metwerking krijgen. Zo, zei Veldman. Prakasseren ze er zo over. Nou, dan zal ik mezelf wel redden. Ja, goed, dan red ik mezelf wel. En zo wordt het weer oudejaarsavond. Het was koud en winderig. Er roegelde wat fine snij met nou en dan een per regen spattertjes er tussendeur. Om zo'n uur wel hem stak politie Veldman de koppers om de hoeken van de deuren. Hij knees een beetje in, want dit was krek het weer dat hij hebben moest. Hij trok zijn jassen aan, zette de krijg op en hij stapte op een fiets. Hij ging eerst in de wind op. Er was geen kop op de straat. Maar een kwartiertje later, op een weeromreizen, zag hij dat er al een stok of 15 opskeuten jong op het driehoek bij elkaar hokten in de leite van de winkel. Veldman fietste met opzet wat zagischer en het gebeurde krek zoals het in de mussen hadden. Want hij was de hoeken nog maar een entien voorbij of door vleug al een waterballen door de lucht. Hij soesde hem wel een meter over de kop hennen, maar politie Veldman was er klaar voor. Hij leutte hem als een blok onderste boom kwakken. En daar lag hij. Laankuut in de snee. Er gebeurde eerst niks. Maar toen kostelden er een paar van de jong knapen naar de donkere figuur toe, die als daar onbewegelijk half onder de fiets in de snee lag. Dat leek niet best. Toen zei Drine met een bescheten stemme: jongens, dat kan zo niet. De dokter, wij moeten de dokter bellen. De dokter kwam. Hij pakte de verongelokte bij de polsen en toen schudde hij verschrikkelijk met zijn hoofd. Dat lijkt ernstig, zei hij. Direct de ziekenauto halen. En zo is het zeker genoeg, hè? Naar huis jullie, allemaal. Het jongvolk zakkenbaande af. Toen als de ziekenauto kwam, een minuut of tien later, ging er hier en daar wel een gedien op elkaar, maar er kwam geen ene buiten deuren. Dit gebeurde allemaal voor 12 uur. En na de tijd kwam er ook geen mensje meer op het dik. Grote Garriet hoefde de huivorken niet te brukken. Togen was er dit jaar niet bij. Nieuwjaarsmorgen stond Jan van Luthe al op het tijd bij Veldman op een stoep. Hij had gehoord wat er gebeurd was en hij wil weten hoe of het er met de politie voor stond. De deuren ging open. En wie stond daar in blijkende gezondheid zoals dat heet? Juist, Veldman. De ogen vullen Jan zo wat uit heeft. Gelukkig nee hoor, zei Veldman. Kom erin, dan krijg je een berenburging. Jan vul op dezelfde stoel delen als vleden jaar. Ja, kijk, zei Veldman en hij knees weer wat. Dat zit zie zo. Doe als jou met de mensen van dorpsbelang niks klaarspeulen kon, doe dacht ik, dan moet ik het dan niet maar bekonkelen voezen. En doe hek eens met dis en gene praat, hè? Met de dokter en zo. Dat zo doen dus, hè? Jan van Luthe had het in één keer deur. Ik ga fort op slag naar Grote Garriet, zei hij. Naar Grote Garriet, zei Veldman, wat door te doen. Die zakken zimpjes heel duidelijk aan zijn domme verstand brengen, dat je de huivorken niet hoeft te brukken om een oudejaarsavond te kringen zonder rotzooi, zei Jan van Luthe. Maar dan moet je het even bekijken, hè? Dan moet je het wel even bekijken, maat. Boeren en bakkers en geelt zonder wark. Huisvrouwen, schoolappers haast met zijn ark. Wetholders hier, arbeid is door. Poppes kost die maand, al wees je zegend mee jaar. De hoefalpij en de hele westhoek. Rodenslot, Elsen, bekoopt donkerbroek. Wolvige appels, kijk, weet was niet waar.
Op es kost die Mal, da weist im Segen Jahr. Pieter en Anne en Gerda en Jan, Janus en Pieter, ze technische man. Ineke Henk, ja meesten dit zwal. Op es kost die Mal, da weist im Segen Jahr. Dit ben Ineke en Henk met Sjaak Marinus achter de trom. Mensen alvast veel heil en zegen en graag tot de 17e januari. Ik wil niks vergeten, dus heb ik niet ons heurt. Kwartier is erop, het is weer gebeurd. En ja, het is al me, ons fascin is klaar. Op es kost die maand, dan wees je hem zeker mee, ja. Op es kost die maand, dan wees je hem zeker mee, ja. Op es kost die maal, dan wees je hem zingt, nee ja. Op es kost die maal, dan wees je hem zingt, nee ja.